het vorig jaar. En zoals dat met zoveel stayers, mensen van de lange afstand gaat, in de laatste jaren op de sprint aanmerkelijk verbeterd. Dat heeft hij vorige week in Davos nog laten zien. En de opening spreekt op dat punt ook al. 10.35, 400ste sneller dan Harm Kuipers. Kringbeul zal geen moeilijkheden bij de kruising kunnen veroorzaken. Stenzel loopt in de buitenbocht al om hem heen. En gaat dan, hij heeft goed gelood, ook naar de binnenkant toe. Laten we de tijd van Harm Kuipers even goed in de gaten houden. 42.43 was dat. En dan zien of Sten daaronder kan gaan. Zijn bewegingstempo, zijn ritme op die 500 meter, hij komt er erg wijd uit overigens, is aanmerkelijk verbeterd. Nogmaals, Sten kan nu zo'n beetje sprinten de laatste tijd. En dat maakt hij nu duidelijk met 42.15. 42.15 betekent... Kuipers heeft voordeel, dat is duidelijk aan de overkant, want hij gaat nu naar de binnenkant kruisen. En de beide mannen zitten bovendien 14 seconden onder het baanrecord. Kijk, daar is het precies het moment. Nu kan Kuipers Stenzel losgooien en in ieder geval zorgen dat hij bij de volgende ronde een gaatje van een meter of 3-4 op de wissel overhoudt. 58-4, 1/10 seconde onder het baanrecord van 2-4,5. Doorgangstijd en Harm Kuipers nu in het voordeel. Nu gaat het erom. Nu moet Stenzel niet meer terug kunnen komen. Nu moet Stenzel met die binnenbocht Kuipers niet meer kunnen achterhalen. Heeft hij hem helemaal losgegooid, kan Kuipers daar straks voor Stenzel langs doorkruisen, dan is de Noor geklopt. Het gaat er natuurlijk maar om met hoeveel, dat is een andere zaak. Sten houdt zich wel goed aan Kuipers vast, dat moet worden vastgesteld. Geweldig enthousiasme hier in het stadion. 1:32.1, dat zit 1/19 seconde. Daar is het weer, die derde ronde op die 500 meter. Kijk, nu komt die kruising, nu moet Kuipers voorlangs. Gebeurt dat? Stenzel gaat geen meter opzij. Geen meter en daar zijn de moeilijkheden die verwacht mochten worden. Stenzel moet Kuipers laten lopen. Hij komt tenslotte uit de middenbocht en de man die buiten is, die heeft voorrang. Met deze bocht heeft Harm Kuipers in ieder geval het pleit gewonnen. Met zijn doorzettingsvermogen niet bang zijn voor Stenzel, toch doorgaan met kruis en de afstand winnen in 2.7.4. Maar wat zijn de tijden precies? 2.7.04 voor Kuipers. En 2-8-1 voor hier allemaal 36, 3 en 4. Dan ja, het is dan ook 9 seconden met de tijd van Varlamov. Inderdaad, 15-25 zit er nog in voor de mannen. Als ze hier langskomen namelijk, dan horen ze de bel voor de laatste ronde. En snel, laatste rondje zit er natuurlijk in, want ze willen elkaar ook nog wel kloppen. Ze zijn bijzonder vrij aan het knokken. Dit is echt een erg fijne race die het publiek dan ook bovenop de banken brengt. Daar komt Stenzel bij het ingaan van de laatste ronde. Nou, net een schaatstekort om als eerste door te komen. Het zal er op het laatste rechte eind om hangen. 14.49.1 was de tussentijd. En 2 voor Stenzel. Dan ziet het er toch naar uit dat Piet Kleine Stenzel gaat pakken op dat laatste halve rondje. Beide armen los in de binnenbaan. Ja, dat lukt hem. Dat lukt hem. Het publiek komt van de bank af. Pure enthousiasme. Ja, schitterend die laatste meters die Stenzel nu ook met beide armen losrijdt. Maar Piet Kleine gaat dat wellicht, ja, hij gaat dat redden. Hij gaat in ieder geval Stenzel kloppen. Hij krijgt er een hartelijk applaus voor. 15-25-2. De verwachte eindtijd toch wel zo ongeveer sinds halverwege de koers. En 15-25-8. Om nog eens duidelijk te maken hoe klein het verschil was tussen Kleine en Stenzel. Maar met die 15-25-8 kunnen we hier een Europese kampioen begroeten. En dat doet de Noorse trainer Vinholt daar dan aan de overkant ook uitbundig. Hij heeft hem opgevangen. Stenzel.